Mits van der Gaag, 4-3 gewonnen van Manchester City. Was het een wedstrijd met veel goals, weinig spektakel? Is dat een goede samenvatting? Nou, ik denk dat wel. Als je 7 goals vallen, is het altijd spektakel. Maar als je naar ons kijkt, hè, dus dat is het belangrijkste. Dan begin je prima. Je scoort gelijk na 3 minuten, scoor je de 1-0. Goede aanval, goede voorzet van Mika, doelpunt van Mitchell. En dan zit je nu in de fase, hè, waar iedereen het over het resultaat hebt. Dus dan maak je het jezelf makkelijk. Dus dan zou je eigenlijk makkelijker moeten gaan voetballen. Tegendeel was waar, want dat maakte het onszelf wel heel erg moeilijk. Hè. Dus de dingen waar we op getraind hebben, dus de opbouw van achteruit, dat was heel matig van onze kant. Iedere keer als City 2 of 3 keer gevaarlijk werd, hadden wij zelf de bal. En die verloren we heel, heel knullig en daar werd het gevaarlijk door. Nou, dan kom je op 2-0 en dan moet je het jezelf wel heel makkelijk maken om gewoon vertrouwen te tanken. Dat is niet zo moeilijk. En als je dan binnen 2 minuten 2 goals tegen krijgt, ja, dan doe je het niet goed. En ja, dat was. Dan druk ik me nog heel zachtjes uit. We zijn in de rust wat emotioneler geweest dan normaal. We hebben gelijk gewisseld, omdat het gewoon niet goed was. En het kan niet zo zijn dat wij denken van maar vandaag een wedstrijdje spelen, open dag. En volgende week tegen AZ komt alles wel weer goed. En we hebben natuurlijk een aantal weken zijn we bezig. Soms goed, soms slecht. En dat moet stabiel worden. En dan kun je vandaag in ieder geval open dag komen. Ondanks de hitte komen toch heel veel mensen hier naartoe. Ja, dan moet je in ieder geval niet pragmatisch gaan spelen van nou, dat doe ik wel even. En dat gevoel had ik wel de eerste helft. Tweede helft begin je goed, maak je 2 goede goals. We waren niet bij macht om in ieder geval het lange vol te houden. Krijg je toch weer bij ons balverlies dat je de derde goal tegen krijgt. Maar ik zag in ieder geval wel een team dat daar meer voor wilde gaan, ondanks de warmte. Dus dat is wat je wil zien. En niet het pragmatische van volgende week komt alles goed. Je noemt het zelf al, je wisselt in de rust 2 verdedigers en een verdediger in de middenvelder. Is de verdediging op dit moment ook het zwakste punt in je elftal? Nou, dat heeft altijd met het hele team te maken. Als je niet scoort, heeft dat ook met je hele team te maken. Dus je verwacht wel een standaard. En daar waren we nu niet tevreden over. Dus dat is, we zijn loyaal. Hè. Uiteindelijk gaat het wel dat je resultaten en in ieder geval graag dingen terug wil zien. Nou, als dat niet gebeurt en je kan 1 keer de boodschap maken, de 2e keer kan je de boodschap maken. Ja, dat moet wel een keer aankomen. Ik bedoel, het is niet goed. Het niveau verwacht je beter. Nou, dat is normaal. Nou, en dan moet je dat ook laten zien. Je hebt deze week met Ilic en Kali 2 nieuwe middenvelders gekregen. Hoe ziet jouw ideale middenveld eruit? Nou, dat is eigenlijk altijd puzzelen. Hè? Dus dat is, kijk, als Ilic vanwege de papierwerk eerder bij was gekomen, dan kun je dat in ieder geval al voor elkaar gaan krijgen. Kali is gisteravond binnengevlogen, vanmorgen gepresenteerd. Ja, die speelt dan 45 minuten om ook een keer kennis te maken met de rest en het voetballen. En van daaruit gaan we weer zoeken. En, dus dat is op dit moment nog moeilijk aan te geven hoe het precies eruit ziet. Paulo Fernandes is natuurlijk gekomen. Die is ook gelijk heeft hij ergens last van gekregen. Dus je hebt nog niet alle koppeltjes kunnen laten spelen. Maar dat neemt niet weg, hè, los van wat ik nu zeg. Ja, dan had ik toch wel wat meer van onszelf verwacht vandaag. Dus dat is niet zo moeilijk. Achterin mis je Muric. Voorin valt tevreden uit. Maak je zorgen in aanloop naar AZ? Nou, ik heb altijd twijfels als trainer, dus wat dat betreft is dat niet zo heel erg moeilijk. Nou, dan zien we morgen wel weer hoe het dat ervoor staat. Dus dat is, ik heb geleerd om me daar niet al te druk over te maken. En als 1 speler niet kan spelen, speelt de volgende. Dan denk ik dat je volgende vraag zou zijn, ja, je hebt maar 1 spits. Nou, we hebben met Sidney van Hooyden ook nog een spits erachter. Je kan Tjerveen hebben vandaag van de mogelijkheid geprofiteerd om Tjerveen in de spits te zien. Omdat ik weet dat hij ook in de spits kan spelen. Dus ja, dan moeten er weer andere opties komen. Je mist relatief veel spelers op dit moment. Duurt de voorbereiding dan eigenlijk net iets te kort voor het elftal dat je neer wil zetten? Nou, dat heeft nog niet zoveel met het missen van spelers te maken. Het heeft meer te maken van sommige spelers komen later binnen. Sommige die komen later binnen zijn niet fit genoeg. Nou, dan blijf je puzzelen. Sommigen doen al spelen van of trainen van het begin mee. Ja, daar heb je mee te maken. En ik zeg al, we zijn met een aantal dingen bezig. Daar wil je progressie in zien. Het is nog niet stabiel genoeg. Maar wat we dan vandaag laten zien, ondanks een overwinning, ja, moet dat beter. Zeker in de aanloop van AZ. Volgende week dan de eerste competitiewedstrijd. Blij dat de competitie gaat beginnen? Ja, want dan zijn we in ieder geval van het gepriegel af van de competitie komt eraan en daar moeten we staan. Ja, het is op dit moment
qua vertrouwen tanken nog niet voldoende geweest. Maar het is wel een zaak dat je dat voor volgende week op orde krijgt. En dat je in ieder geval dan daadwerkelijk staat. Hè. Op dit moment hebben we niet zoveel gewonnen. Nou, dan kun je zeggen, hey, dat zijn, voor iedere ploeg zijn er nog steeds 0 punten. Volgende week gaat het beginnen. Dan gaat het om het echt. Dus dan weten we in ieder geval waar we staan. Dan hebben we ook geen excuses meer. Succes. Dank je wel.